bent hier bezig met de voorbereiding van een nieuwe expositie. Ja. En je gebruikt stoffen. Ja. Ja. Hoe ben je daar toe gekomen? Nou, eigenlijk zijn dit kant-en-klare vormen al. Hè? Want het zijn gewoon kant-en-klare kledingstukken. En die heb ik van de lopende band gehaald bij het Leger des Heils. Ik wilde iets doen met ons afval, zou je kunnen zeggen. Wat wij allemaal weggooien. Maar wel wit. Want wit is schoon. Wit is zuiver. Ik wilde iets laten zien van, ja, we hebben het ooit wel aangehad. Werk je puur gevoelsmatig? Laat je het op je afkomen en dat je het tussendoor nog verandert? Ik verander heel veel tussendoor. Maar ik heb wel een vast plan. En mijn vaste plan is eigenlijk geweest op de thematiek, hè, van kathedraal. Nadenken, zeg maar, zin geven, was mijn uitgangspunt. En dan die zin geven, het lijkt me nou zo mooi. Als je met z'n tweeën zin geeft, en dan ben je met z'n vieren, en dan ben je met z'n achten, en dan ben je met z'n zestiende, dat het zich uitspreidt over de wereld. Hè? Dus samen krijgen we kinderen en we kunnen de wereld schoner maken. Nou, zo loopt dat allemaal een beetje door elkaar. Hè? Dat heb je met kunst, dat er gewoon meerdere ideeën over elkaar heen liggen eigenlijk. Ik heb hier twee pannen. Een halve voorkant van een trui en een halve voorkant van een broek. Veel te groot, dus ik doe een klein beetje naar binnen zo. En dan hou ik hem hier vast. En dan ga ik dit vastnaaien. En dan ga ik het daarna stijven met behanglijm. Want ik heb die vormen helemaal gekneten. Bijvoorbeeld hier in de hoeken heb ik dan een knietje omhoog. En hier kan dat niet, omdat die knieën weer doorgaan naar het volgende pak. Hier kan je het heel zien. Knieën heb ik erin genaaid. En plooien bij de kuit. En toen ben ik daarna gaan stijven. En heb ik het weer allemaal plat gedrukt eigenlijk. Om het mooi in een soort tekening te krijgen. Dat als je het tegen het licht houdt, dan wordt het eigenlijk een doorzichtige tekening van kleren. Je ziet alles. Je ziet alle naadjes. Je ziet de zakken. Kijk, dit vind ik zelf nou zo prachtig, hè? Doordat die pakken half zijn, komt het licht er gewoon dwars doorheen. En wat is nou de voor- en wat is nou de achterkant? Kunnen jullie het zien? Kijk. Zo. Is het weer één. Maar dan is het niet meer doorzichtig. Aan deze kant hangen alle voorkanten van de pakken. En dan sta ik hier aan de binnenkant. Dit zou de buitenkant van het pak zijn. De binnenkant van de voorkant. En hier heb je van hetzelfde pak de buitenkant van de achterkant en de binnenkant van de achterkant. Dus als ik nou zo ga staan, dan zit dat pak zo. Hier de voorkant, daar de achterkant. Bij mij. Dus dat krijg ik in. Dan heb je het aan. Dan heb ik het aan. Waarom heb ik dat nou gedaan? Nou, er is een filosoof en die heette Plato. En die dacht dat de mensen oorspronkelijk een bol waren. En die bol die is gesplitst. En die twee helften die dolen over de wereld heen. En die zijn alles maar op zoek naar elkaar als vriendjes. En als ze elkaar hebben gevonden, dan voelen ze zich heel gelukkig. Ja, zoals een echtpaar, of als vriendjes zijn, of zoals mama en kind. Of... Denk je dat het ook goed begrepen wordt door de mensen? Want ik stel me zo voor, dan kom je de kerk binnen en dan wil je een dienst bijwonen en dan hangt dit er. En dan denken mensen, ja, wat moet dat hier? Ik denk dat ze het niet begrijpen en ik heb het opgegeven om dat te willen. Maar ik denk dat iedereen er wel iets aan ervaart. Ik denk wel dat er veel mensen zullen zijn die zeggen, goh, en dat in de tijd van corona bijvoorbeeld. Dit is wat we willen, samen sterk zijn. Of dat ze zeggen, wat moet die vuile was aan het plafond? Of er worden heel veel verschillende reacties, wat moet dat in de kerk? Mensen projecteren, of mensen zien van iets van wat ze zelf zijn, hè? Wanneer is dat ooit begonnen? Ja. Heb je dat vanaf het begin al gedaan? Nee. Nou, ik was als kind wel dol met de naaimachine, zeg maar.
Maar ik ben rond de eeuwwisseling, iets ervoor, 98 ongeveer, begonnen met wol en zijde. Vanwege die transparantie en vanwege die ontzettende schone kwaliteit. Hè? Als je wol gaat filteren bijvoorbeeld, hè? Dat zal ik je straks laten zien op mijn atelier, dan leg je dat op elkaar en dan pak je zeep en water en dan ga je dat eigenlijk was je het aan elkaar. Dus begin deze eeuw ben ik begonnen met niet meer tekenen en schilderen, of veel minder, ik doe het nog wel. Maar ik ben gewoon opgeleid als kunstenaar met tekenen, schilderen, grafiek. En daarin vond ik tekenen interessanter, dus ik ben erg van de lijn. Ik vind de lijn heel fijn. Ik vind ruimtelijk werk is niet mijn ding. Ik vind dat platte en dat rustige, dat stille. Dus misschien kun je dit ook beschouwen als een vel tekenpapier. Ja. En je maakt ook muziek, hè? In hoeverre is dat van invloed op jouw werk of überhaupt niet? Ja, zeer zeker. En het is voor mij allemaal van hetzelfde laken en pak. Ja, maar hoe vertaalt zich dat dan in je werk, muziek? Ja, er zijn heel veel woorden die in muziek, ook in beeldende kunst, bestaan. Hè? Compositie, kleur, klankkleur, ritme. Nou, in een tekening met ritme, hè? Hoe de lijnen steeds terug, hoe hier de broekzakken steeds terugkomen, dat is een ritme, hè? Ja. Heb je in muziek ook. Ja. Maar compositie is een heel duidelijk woord. Ja. Dat je kijkt naar hoe het geheel is. We zijn hier in je atelier in Leeuwarden, Evelien. Waar ben jij nu mee bezig? Ja, ik wil even een proefje maken om jullie te laten zien hoe de techniek van filteren werkt. Want je kan heel transparant werken. Zie je dit als transparant? Ja, mooi. En dat zijn gewoon twee laagjes wol op elkaar. Dan heb ik ook stukjes papier ingelegd. Nou, dat vind ik zelf een hele, hele intrigerende, heel interessante, leuke, niet zo heel moeilijke techniek en best wel sterk. Kijk, is het nou een ruggengraat? Of een duizendpoot? Of een virus? Of een... Wat denken jullie? Zien jullie wat dit is? Ik ga het straks vertellen, maar eerst ga ik vertellen hoe ik het gemaakt heb. Ik heb zijde gekocht, heel doorzichtige stof, en heb ik een heel dun laagje wol opgelegd. En dan kun je eigenlijk alles wat natuurlijk is, kan je daaraan hechten. Dus hier heb ik draad gesponnen van zijde en dat heb ik op dat hele dunne laagje wol gelegd, op die zijde. Naar deze tekening, wat zou dat nou zijn? Hebben jullie een idee? Kijk eens goed. Wat zou dat nou zijn? En wat denken jullie dat het is? Van mij ben ik er. Zal ik het verklappen? Een vinger. Jij ziet het. Het is een vinger. Zie je? Ja. Heel erg uitvergroot. Maar ik heb het zo getekend dat het bijna een poort lijkt waar je doorheen loopt. Of dat het is als een strand met water. Of als de zee. Of als een druppel water dat valt. Anker, dat is een kerk in Makken, heb ik 10 cirkels gemaakt. Hele grote cirkels. En waarom nou cirkels? Ja, eigenlijk is het gek dat wij tekeningen maken op een vierkant, hè? Of op een rechthoek. Terwijl de cirkel zo'n hele natuurlijke vorm is. Zoals je dat ziet als je een druppel water laat vallen. Of als je kijkt naar een schelp. Of als je kijkt naar een sinaasappel of een tomaat. Of... Je wil een portret maken, dingen zijn rond in de natuur. En Evelien, wat heb je in China gemaakt? Ik heb er een kunstwerk gemaakt waarbij de vlaggen gemaakt zijn van kleren. Chinese kleren.
Chinese uniformen. En tussen die twee vlaggen, van Nederland en van China, heb ik een zee gemaakt van scherven van Chinese aardewerk. Eigenlijk is dat het aardewerk wat in Delft is nagemaakt. Het is net als Delfts blauw, het aardewerk uit China. Maar het aardewerk uit China is nog veel ouder. Ik vind het heerlijk om in grote, hoge, witte kerken te exposeren. Niet vanwege het geloof, maar vanwege het licht. Het is daar zo stralend licht. Je hebt de achtergrond van gebrandschilderde ramen. Je hebt een enorme lengte waar je doorheen kan lopen. Je hebt heel veel ruimte. En dan dat wit van mij daar. Ik word er zelf heel gelukkig van. Misschien ben ik wel mijn grootste fan. Hier heb ik iets gedaan, ook met kleding, wat ik heb gehalveerd. En dan hangt de linkerhelft links en de rechterhelft rechts. Allemaal van voet aan hoofd en van hoofd aan voet weer terug. En dan in het midden komen de mouwen bij elkaar. Heel veel overhemden zie je daar ook, die zo met de mouw aan elkaar zitten. Net als een soort beweging, een soort volk wat van oost naar west trekt. Van geboorte naar dood. Een soort levensweg. En dat in het wit. En waarom wit? Ja, wit weerspiegelt eigenlijk alle kleuren, hè? Dus... Nou, tenslotte nog een laatste vraag. Welke boodschap wil je meegeven met je werk? Ja, ik denk dat mijn werk altijd, overal doorheen, gaat over schoonheid. Schoon in de zin van schoon, de handen wassen met zeep, maar ook schoon zieltje of schoon hartje. Lief zijn voor elkaar.